Als je, je hebt een aantal straten herbenoemd, hè, met een aantal namen van baseballers. Waarom hebt u zich daarbij niet aan het ministerieel besluit gehouden, wat daarover geldt? Ik weet niet welk ministerieel besluit u naar refereert. Er is een ministerieel besluit waarin staat dat er groepsbenamingen zijn. Dus bepaalde wijken worden bijvoorbeeld voor sporters uitgekozen. Er is een ministerieel besluit waarin staat dat namen van sporters, die moeten 65 jaar of ouder zijn, of ze moeten overleden zijn. Er is een ministerieel besluit van, even kijken, 6 mei 2011. Nou, wat ik u kan mededelen is dat, dat ik met de straatnamencommissie heb gezeten. Ik heb aan de commissie gevraagd of er wat de regels zijn, om het maar zo te zeggen. Toen zijn mij enkele criteria genoemd. Ik heb gevraagd waar deze criteria zijn vastgelegd, in welke regelgeving. En toen heb ik begrepen dat er geen regelgeving van de commissie, heb ik begrepen dat er geen regelgeving is. Maar dat er wel een conceptbeleid is. En dat conceptbeleid is nog niet goedgekeurd. En op basis daarvan heb ik toen samen met collega Balboorda, die verantwoordelijk is voor het onderdeel van de straatnamen in de zin van het infrastructurele gedeelte. Ik ben vanuit minister van Cultuur hierbij betrokken. Hebben we samen de Raad van Ministers benaderd met ons voorstel en met het advies van de commissie. En op basis daarvan heeft de Raad van Ministers een besluit genomen. Dus ik, volgens mijn begrip, de informatie die ik vanuit de commissie heb gekregen, was er geen vastgelegd besluit of regelgeving in deze.